Haagse studenten kunnen vanaf vandaag gebruik maken van gratis studieplekken in de stad. Ze zijn ingekocht door de gemeente omdat er door de coronamaatregelen onvoldoende studieplekken beschikbaar waren. Via de website studieplekkendenhaag.nl kan in het World Forum and Tribes aan de Kalvermarkt een gratis studieplek gereserveerd worden. De plekken zijn tot eind oktober beschikbaar voor de studenten. ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe eigenaar. De voetbalclub heeft een gat in de nieuwe begroting en moet die dichten. Met een nieuwe eigenaar wil ADO het financiële probleem oplossen. Lukt dat niet binnen 8 weken, dan kan de KNVB de voetbalclub sancties opleggen. ADO hoopt snel een nieuwe eigenaar bekend te maken. The Hague Fashion Week is op zoek naar talent. In oktober wordt de 2e editie van het evenement gehouden. Ontwerpers kunnen zich aanmelden voor de voorselectie en maken kans op een plek op de catwalk of op een van de tentoonstellingen. Belangrijke voorwaarde voor het aanmelden is dat de collectie nieuw is en niet op een andere catwalk of bij een fotoshoot is getoond. Ook andere creatievelingen zoals fotografen en illustratoren kunnen zich aanmelden. Check denhaagfm.nl voor meer informatie.